Goedemorgen allemaal. Wij zijn van de jongerengroep No Game. Dat is een jongerenwoord dat zich inzet tegen meisjesbesnijdenis. We komen dan ook voorlichting geven over meisjesbesnijdenis. Ik wilde eigenlijk begrijpen waarom het gebeurde. En toen heb ik inmiddels in die afgelopen 3 jaar gemerkt dat ik het niet echt kan begrijpen, maar wel als het ware, als ik alles zo weet van de traditie en de achterliggende gedachte, dat ik me wel kan voorstellen dat je, als je in zo'n groep leeft, dat er een druk is en redenen zijn waarom je dus toch eigenlijk wel moet. Dat je er wel aan toe moet geven en dat je je eigen dochter wel moet besnijden. En ik had zoiets van, ja oké, maar wat kan ik nu doen? Wij zijn van No Game, met z'n drie. Ik ben Romera. Ik ben Fikria. En ik ben Mathilde. En wij geven de voorlichting over meisjesbesnijdenis, omdat we er tegen zijn. Meisjesbesnijdenis, want het is gewoon een verminking van een persoon. Dat gaat iedereen aan en daar hoef je niet een soort van ownership in te hebben. Dat je er dan pas over meepraat. Ik wil iemand inspireren om over zijn eigen leven te beschikken, over zijn eigen lichaam en zijn eigen keuzes durft te maken. Kort wat we gaan doen, we gaan met jullie praten over meisjesbesnijdenis. Eerst komt er een scène tussen een moeder en een dochter. Kijken jullie naar, vervolgens gaan we daarover praten, wat het is en zo. En dan sluiten we af met een vragenlijst. En dan kunnen jullie eigenlijk aangeven wat jullie goed vonden gaan, wat jullie niet zo goed vonden gaan. In Nederland weten we dat er ongeveer 16.000 meisjes zijn die het risico lopen om besneden te worden. In Nederland of in het buitenland. Nou, er zijn heel veel verschillende soorten vormen van meisjesbesnijdenis. Je hebt een lichte vorm waarbij er een prikje of een sneetje in de clitoris van het meisje wordt gemaakt. En daarnaast heb je nog verschillende andere vormen waarbij de ergste is dat de clitoris, de binnenste schaamlippen worden weggehaald. En dat de buitenste schaamlippen gedeeltelijk worden weggehaald en worden dichtgenaaid. Zodat er nog maar een klein gaatje over is waardoor ze dan kan plassen en menstrueren. Wat is clitoris? Wat voor ons dan? Wie kan hem uitleggen wat een clitoris is? Dat is bij vagina, zo'n palletje. Ja. Krijg ik dat? Daardoor krijgt een vrouw kan daardoor klaarkomen. Ja. Dat weet